Vissers op het eiland Taiwan maken hun boten extra goed vast. Precies op de plek waar hun boten liggen, komt later een sterke orkaan aan land. Orkaan Gemi wordt waarschijnlijk een van de zwaarste orkanen in Taiwan in 10 jaar. Winkels en scholen zijn gesloten. De regering roept op om voorzichtig te zijn. En daar luisteren mensen naar. De grote orkaan komt aan land op het eiland Taiwan in het oosten van Azië. Vooral in het noordoosten van het eiland moeten mensen rekening houden met harde wind en veel regen. Orkaan Gemi heeft in het land de Filipijnen al voor veel overlast gezorgd. Meerdere mensen zijn daar overleden. In de hoofdstad Manila liepen straten onder. En sommige mensen moesten naar een veilige plek worden gebracht. Hallo, natutulog kami. Siguro mga madaling araw. May gumising na lang ako sa amin, mga bandang alas 5. Pumasok na yun, sa loob ng bahay. Ook deze dieren houden het niet droog, maar ze worden geholpen door hun baasjes. Na de Filipijnen raast de orkaan door via kleine eilanden van Japan richting Taiwan. En daar komt de orkaan woensdagavond aan. Op het grootste vliegveld van Taiwan zijn vanwege de harde wind en regen al veel vluchten geannuleerd. De vliegtuigen die nog wel gaan, zitten helemaal vol. En ik weet dat als ik niet uit right now, dat betekent dat ik in de stad in the city voor at least 3 to 4 extra days. Sommige toeristen besluiten te blijven en maken er maar het beste van. This is something not new to us already because we're used to having a lot of strong typhoons in the Philippines. Yeah, so we're already used to it. Although too bad because we're on vacation and we have to experience this.